De Graafschap is erop gebrand om vrijdagavond 3 punten te pakken op de eigen Vijverberg en de mindere vorm van de laatste weken van zich af te spelen. De intentie van de Doetinchemmers is om dat te doen met het zo gewenste drandvoetbal. Want het gemor over het spel neemt toe onder supporters. We willen ze graag entertainen, we willen aanvallend voetbal laten zien. In je achterhoofd houdende, je hebt ook met de tegenstander te maken die je niet kan onderschatten. En zij doen het goed, dus je gaat uit van eigen kracht. Maar mocht dat niet lukken, luister dan, lange ballen en dan maar gewoon het vechtvoetbal. Maar ook vanuit daar kan je kans creëren. Tegenstander Telstar is na het ontslag van trainer Mike Snoei op stoom geraakt en doet zowaar mee om de titel in de vierde periode. En als je ziet waar ze dus een half jaar geleden stonden, waar ze nu staan, ja, dan blijkt wel dat ze goed bezig zijn. Dus dat gaat een hele taai worden. Wat is de kracht van dit Telstar die de laatste weken zo goed in vorm is? Ik denk dat een stukje afstemming onderling bij hun gewoon een stuk beter is. Zowel in het verdedigen als in het aanvallen. De Graafschap verkeert juist in slechte vorm. 3 van de laatste 4 duels gingen verloren en ook het voetbal valt tegen. Vreeman hoopt dat zijn ploeg de goede vorm hervindt richting de play-offs. Voorafgaand refereer je al dat wij een beetje dat op en neer gaat bij ons. Dus volgens mij moeten we heel expliciet daaraan werken. En dat zal aan de komende week ook gebeuren. We moeten gewoon zorgen dat we de wedstrijden gewoon meer controle hebben. En het spel beter en makkelijker wordt. Dat je wedstrijden wint. Want dat heb je nodig in de na-competitie. Ik kan uit ervaring spreken dat de best voetballende ploeg in de play-offs niet gaan winnen. Het is meestal gewoon zo. De beste ploeg qua team zijn, qua vechtsmentaliteit, die zal het winnen. Alexander Buettner werd na het verloren duel met FC Dordrecht ziek en is er tegen Telstar niet bij. Levi Schoppema is zijn vervanger. In de laatste weken van het seizoen wil Vreeman zo min mogelijk aanpassen aan zijn basiself. Je ziet mij niet heel snel, heel vaak in gelijk wisselen. Je wisselt wel eens in wedstrijden. Nou goed, als iemand heel lang slecht is, ja goed, dan wordt er wel een keer gewisseld natuurlijk. Jan Vreeman is nog altijd in afwachting van een gesprek met technisch manager Peter Bijvelds over zijn eigen toekomst als hoofdtrainer bij de Graafschap. We hebben een afspraak gemaakt en dat gaat gebeuren binnenkort. Wel voor de play-offs nog? Ja, ja, ja. Welk gevoel ga jij daarin? Gewoon goed, open. We gaan zien wat voor gesprek het wordt.